Als je het dan doorleest, die 18 wetsartikelen die erin staan, is het toch helemaal niet zo duidelijk waar het nou, of het nou precies alleen om die offensieve cyberoperaties gaat of niet. En dat is toch vanuit een, ja, dat doen we dan met reikwijdte. Als je een wet maakt, moet je ook wel precies opschrijven waarover het gaat. We gaan het hebben over een wetsvoorstel wat ons allen aangaat. Een wetsvoorstel dat onlangs is ingediend door het kabinet. Het is een wetsvoorstel wat de bevoegdheden van de inlichting- en veiligheidsdiensten ingrijpend gaat verruimen. En hij heet voluit de tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma. We zullen hem vandaag gewoon de tijdelijke wet noemen. In tijden van oplopende geopolitieke spanningen en digitale dreigingen uit bijvoorbeeld China en Rusland is het verleidelijk om natuurlijk meer bevoegdheden naar inlichtingen en veiligheidsdiensten te geven. Maar houden we wel zicht op de gevolgen voor de lange termijn? En hoeveel inbreuk op onze privacy en persoonlijke levenssfeer moeten we willen? Kerien, je bent lector toegang tot het recht aan de Hogeschool Utrecht. Ja. En ook ondervoorzitter voor het College voor de Rechten van de Mens. Dat klopt. Klopt. Ja. En we hebben net een heleboel gehoord van Bert. Deel jij zijn zorgen wat betreft deze wet? Zeker. Het College voor de Rechten van de Mens heeft ook gereageerd bij de hele korte consultatieprocedure. Volgeklad, reactie. Hij is 2 weken open geweest, dus we hebben heel snel gereageerd. En een aantal dingen die Bert net gezegd heeft, daar hebben wij ook iets over gezegd. Dus we zijn wel kritisch. Ja, en je zegt een hele korte consultatieperiode, 2 weken. Is dat normaal dat dat zo kort is? Nou ja, het is een spoedwet. Nee, maar het is wel iets wat ons zorgen baart. Zijn er 170 reacties geweest. En dat is best wel veel voor dit soort publieke consultaties. Tegelijkertijd zou je ook kunnen zeggen, die WIF 2017, die wet op de inlichting en veiligheidsdiensten, was een enorme discussie in onze samenleving met een referendum. Die nipt door de nee-stemmers is gewonnen, voor zover je dat kan zeggen. Dus je zou misschien verwachten dat als er zo'n grote verandering op tilt is, dat je het maatschappelijk middenveld de kans geeft om daar mee te doen. En desalniettemin zijn er 170 reacties van best wel een aantal hele serieuze clubs die Bert ook al benoemd heeft. Mm-hmm. Dus ja, we zijn kritisch. Maar goed, aan de andere kant vinden we ook dat de wetgever in dit geval, of jij zei net de regering, en onze diensten misschien ook terechte zorgen hebben. Daar hebben wij ook geen mening over. Maar we vinden wel dat als je het doet, dat je het goed moet doen en goede waarborgen moet hebben. Ja, en toch nog even op die korte periode. Consultatie, zegt dat ook iets over hoe de politiek misschien haar burgers vertrouwt? Het zegt in ieder geval dat er heel veel druk en heel veel partijen meepraten. En ik begrijp net van Bert dat het al best wel lang in consultatie was. En zo werkt het ook met wetgeving. Wetgeving is, dat was ook met de WIF 2017, is een proces wat soms voor de buitenwereld heel logisch lijkt. We gaan zitten en we gaan iets plannen. Maar de werkelijkheid is dat allerlei mensen meningen, ideeën hebben. Om maar een voorbeeld te noemen, de commissie waar Bert toezichthouder was, de TIP, stond in de eerste versie van die wet op de inlichting en veiligheidsdienst 2017, stond die niet. Die is er pas gekomen naar een privacy impact investment, naar heel veel feedback, kritiek van allerlei partijen. Die is er zomaar, bij wijze van spreken, ingekomen, wel op basis van allerlei Europese arresten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Mm-hmm. Maar het is best wel een voorbeeld waarvan de wetgever niet van tevoren heeft gedacht van, we willen een toetsingscommissie vooraf, een autorisatie vooraf. En dat is daar toen toch ingekomen. Dus wetgeving kan ook soms gedeeltelijk ad hoc plaatsvinden. Nou gaan we weer naar deze wet en denken we, het is wel heel kort, maar er staat heel veel druk op. En dat begrijp ik ook, want er zijn natuurlijk ook wel weer grote geopolitieke uitdagingen met de oorlog in de Oekraïne, om maar eens een voorbeeld te noemen. Ja, wat was een beetje de
van punten waar jullie het voornaamste zorg over hadden. Wat zijn de belangrijkste punten voor? Nou, een aantal dingen heeft Bert ook al gezegd, dus die zal ik niet herhalen. Bijvoorbeeld over die hekbevoegdheid. Maar een van de dingen is bijvoorbeeld ook de bewaartermijnen. En, je hebt inbreuken op privacy, want daar hebben we het eigenlijk ook. Mensenrechten op privacy die mogen, maar daar moeten wel waarborgen voor zijn. En één daarvan is bijvoorbeeld hoe lang je die grote, die bulk datasets mag bewaren. Nou, daar hadden wij bijvoorbeeld ook kritiek op. Hoe lang, daar moet wel een termijn op zijn. Dat is helemaal niet een hele rare gedachte. Nee. Vanuit een mensenrechtenperspectief. Maar een ander punt, en dat vind ik heel belangrijk. Bert zei net op het einde dat er dus een soort een beroepsmogelijkheid gaat komen bij de Raad van State. Dat is best wel een wijziging van hoe dit toezichtstelsel is ingericht in die wet uit 2017. En je kan je afvragen of zo'n tijdelijke wet, die spoedwet, die maar 4 jaar gaat gelden, of dat nou de manier is om zo'n wijziging door te voeren. Want tegelijkertijd heeft de regering ook al aangekondigd dat de hele wet herzien gaat worden. Mede als gevolg van die evaluatie. Dus daar waren wij wel een beetje verrast door. En ook het toezichtstelsel wordt er ook niet simpeler op. Nee. Het is al bijna niet uit te leggen als ik soms lesgeef hoe dat toezicht precies werkt. En het wordt wel complex. En tegelijkertijd snappen we ook wel de noodzaak daartoe. Want de evaluatiecommissie van die wet, de commissie Jones-Bos, heeft dat ook wel geadviseerd. Maar dat is een van de dingen waar wij vragen over hebben. Naast natuurlijk de dingen die al genoemd zijn over dat hacken en dat verkennen. Ja, want ik zie hier de rijkwijde van het wetsvoorstel. Hoe ver gaat deze wet eigenlijk? Nou ja, dit is een beetje. Ik kan me voorstellen dat sommige mensen hier denken: oh, wat juridisch geneuzel. Maar het is toch vanuit de wet best wel belangrijk dat we precies moet gaan waarover het zou moeten gaan. En een van de redenen van deze spoedwet is die offensieve cyberdreiging. Ja. Breek ook vooral in, hoor. Maar, maar eigenlijk, als je het dan doorleest, die 18 wetsartikelen die erin staan, is het toch helemaal niet zo duidelijk of het nou precies alleen om die offensieve cyberoperaties gaat of niet. En dat is toch vanuit een, ja, dat doen we dan met rijkwijde. Als je een wet maakt, moet je ook wel precies opschrijven waarover het gaat. En nogmaals, het College voor de Rechten van de Mens vindt ook dat onze nationale veiligheid beschermd moet worden. En wij snappen ook dat als de wetgever of als de diensten zeggen dat die dreiging er is, dan is dat ook zo. Maar je moet wel specifiek zijn. En, ja. En dat is niet zo duidelijk. En dat is een beetje om een technische reden. Maar wat Bert al zei, is dat in de meeste landen, die hebben niet één wet voor hun militaire inlichtingen en veiligheidsdiensten en de burger, hè, de AIVD. Die maken een onderscheid tussen Nederlanders en buitenlanders. Maar wij hebben alles in één wet. En nou ja, dat heeft voor- en nadelen, maar dat maakt ook dat die rijkwijde best wel een probleem is. Want waar gaat het nou precies over? En dan komen we weer op Luxemburgse hackers. Ja. Maar op welke vlakken is deze wet eigenlijk in strijd met het verdrag? Ja, dan kijken we niet alleen naar het verdrag, met name naar de uitspraken over dit soort zaken. En vorig jaar zijn er een aantal grote uitspraken geweest, bijvoorbeeld Big Brother Watch heet er één. En dat gaat heel erg over die bulk-interceptie. En dat citeren we veel, omdat dat eigenlijk de hoogste vorm van rechten is bij alle landen die lid zijn van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Ik denk wel dat je ook niet kan zeggen deze wet is helemaal in strijd met die uitspraken. Dat is absoluut niet het geval. Want ook voor die nieuwe vorm van toezicht, dat bindende toezicht van die andere toezichthouder, de CTIVD, daar is echt wel iets voor te zeggen. En dat noemen ze dan end-to-end safeguards. Dus het gaat niet alleen maar om autorisatie vooraf, zoals bijvoorbeeld in ons land de TIP doet, hè, de toetsingscommissie in zijn bevoegdheden. Maar het kan ook om toezicht tijdens en achteraf gaan. En het is wel bijzonder in deze wet dat dat bindend wordt. Dus dat ze de CTIVD ook zou kunnen zeggen als ze een onderzoek hebben gedaan, we moeten nu stoppen. Maar nogmaals, de vraag is of je eigenlijk via zo'n spoedwet zo'n wijziging moet doorvoeren. Nou ja, de wetgever zegt van wel.
Maar wij zeggen van ja, die waarborgen moeten dan wel heel goed zijn. Bijvoorbeeld met die bewaartermijnen. Bijvoorbeeld met de rol van de tip. En het is allemaal een beetje technisch, maar al deze waarborgen zijn er ook. Omdat burgers heel moeilijk kunnen klagen om die inbreuk op hun privacy. Want je weet het niet. Je weet niet of jij in die bak zit of niet. En nou ja, dat is een aantal dingen waarvan wij ook, nou ja, op basis van die nieuwe uitspraak, overigens doet de wetgever dat ook hoor, de memorie van toelichting staat er vol mee. Maar dat is wel waar wij ons als college voor de rechten van de mens op baseren. En als je ook, nou, als je nou het echt heel leuk vindt, dan moet je ook het advies van de Raad van State lezen. Want die praten er, nou ja, die schrijven er ook best wel veel over. Maar het is een stelsel dat in ontwikkeling is. En nou ja, de tip is ook nog niet zo heel oud. Dus misschien, ik zat van de week nog in een gesprek, dat je ook zou kunnen zeggen van, nou ja, misschien moet je op een gegeven moment zo'n toezichthouder ook even de kans geven om zichzelf te ontwikkelen. Want de wet is pas in mei 2018 in werking getreden. Ja, dat is net 4 jaar eigenlijk. Ja. Maar die toetsing vooraf, die gaat eigenlijk een beetje weg. En wat ik begreep... Dat wil ik ook even nuanceren op een aantal onderdelen. Want het is echt niet zo dat dat op allerlei andere speciale bevoegdheden weg is. Maar op een aantal heel belangrijke, nou ja, die Bert al genoemd heeft, onder andere wat hekken, wordt dat wel minder. Maar het wordt wel gecompenseerd door dat toezicht van de CTIVD dat bindend wordt. En ik denk dat... Ik snap heel goed dat Bert kritisch is. En ik bewonder me ook dat je voor je principes aftreedt. Ja. Maar het is wel nou ja, vanuit een mensenrechtenperspectief ook nou niet zo te zeggen van nou, het is helemaal weg met de privacy. Dat is absoluut niet zo. Maar het verdient niet de schoonheidsprijs. Maar als ik jou zo hoor, dan denk ik eigenlijk, nou, dat is wel prima eigenlijk, die toezicht tijdens en achteraf. Nou, het is misschien meer misschien en-en. Ja. Dat zou echt ideaal zijn. Want een van de dingen die nu is, de huidige wet, dat is ook best wel raar, mogen de toezichthouders eigenlijk maar heel moeilijk samenwerken. Mm-hmm. En dat is een heel diep technisch verhaal waarom dat zo is. Maar in mijn droomwereld zou je zeggen, oké, nou, we hebben twee toezichthouders, die werken naadloos samen. En eigenlijk maakt het dan niet zo heel veel meer uit of de wet het moment van toezicht een beetje naar links of naar rechts schuift. Want die mensen zitten samen in een kamer en die zeggen, nou oké, dan kijk jij ernaar. Ja. Maar dat is niet de situatie zoals die nu is. Het zijn twee aparte toezichthouders in aparte gebouwen met aparte regimes die niet zo naadloos toezicht kunnen houden. En dan wordt het verschil wel heel groot. Ja. Of het hier ligt of daar. Maar dat zijn praktische dingen, maar uiteindelijk is het wel het praktische gevolg. Maar dat is nu het geval al. Is nu het geval dat het losse diensten zijn, losse toezichthouders die eigenlijk maar heel beperkt met elkaar mogen praten. En hoe gaat dat in de nieuwe... Dat is een verbetering, dat moeten we eerlijk zeggen. Het was, en dat is zelfs nog aangepast, niet alleen naar ons advies, zou ik zeggen. Maar, nee. Maar eerst zou er een meldplicht moeten komen als er dan overleg zou zijn. En dat is wel iets genuanceerd. Dus ik wil iedereen ook oproepen, als je ideeën hebt over input op wetgeving, moet je dat zeker doen, want het kan effect hebben. En dat is wel een voorbeeld waarvan de wetgever wel geluisterd heeft naar aanleiding van die internetconsultatie. En daar hebben ook veel meer mensen, veel meer partijen over op gereageerd. En volgens mij heeft de tip daar ook iets over gezegd. Want dat samenwerken is wel heel belangrijk. Vind je dat deze wet er moet komen of... er niet moet komen? Ja, nogmaals, daar ga ik niet over. Wij zijn ook toezichthouders en adviseurs. Maar wij zijn wel kritisch op wetten en beleid. Ja. Of die zich aan mensenrechten houden. En we hebben hier nog wel een aantal vraagtekens bij. Dus we hopen nou ja, dat de wetgever nu er nog beter naar gaat kijken. Zeker nu de Raad van State toch ook nog wel wat advies heeft gegeven. En in de Kamer. Ja. Maar het is niet aan het College voor de Rechten van de Mens om te zeggen die wet moet aangenomen worden of die moet niet aangenomen. Ons belang is dat de mensenrechten in Nederland worden Dat begrijp ik, maar je bent betrokken bij mensenrechten. En zie jij het bij, als dit erdoor komt, of dat dan die mensenrechten voor de Nederlandse burger echt in het gevaar komen? Dat is, Nou ja, we denken wel dat er een risico is dat op onderdelen dat recht op privacy minder goed beschermd wordt. Ja. Maar we zien ook nog kansen om dat te verbeteren. Want dat is natuurlijk, als je van mensenrechten houdt en je erin voor inzet om dat na te leven, dan zie je echt nog wel kansen voor verbetering van dit wetsvoorstel.
En misschien is het maar goed nieuws dat het even duurt voordat het er nog komt. Dat betekent dat ze het heel serieus nemen, het advies van de Raad van State. Die indruk heb ik wel. Ja. Ik vond het jullie commentaar het beste lezend en met hele mooie punten komen waar ik van ook mezelf als mens dacht van, ik wil eigenlijk helemaal niet dat het op deze manier afgeluisterd wordt. Als er over dit soort wetten na wordt gedacht, zou dan de mensenrechtenvisie niet leidend moeten zijn voor de wetgever? In plaats van nationale veiligheid, waar dat dan nu het geval was. Nou ja, idealiter is dat natuurlijk allebei het geval. En ik denk ook zeker wel dat dat de intentie is. Maar wetten maken is ook een belangenstrijd. Waar de diensten hebben natuurlijk zien bepaalde dreiging die wij misschien niet zien. En ik denk wel dat je misschien in een vroeger stadium het gesprek met een wat bredere groep aan zou kunnen gaan. Ook mensen die iets van mensenrechten weten. Dat is overigens ook wel gebeurd. Er is een heel groot rapport geschreven over alle jurisprudentie die net uit is gekomen. Tegelijkertijd wordt dat weer een beetje uitgesteld naar de hele herziening. Dus je ziet gewoon dat er heel veel belangen zijn. En er is wat minder publieke aandacht voor. En aan de andere kant, nogmaals, er hebben best wel veel mensen gereageerd op die internetconsultatie. En we zitten hier weer vanavond en... ik heb Bert al in heel veel verschillende media de afgelopen week gezien. Dus er is wel hoop. Maar ik denk dat het frame van die sleepnet best wel beeldend was voor mensen. En het is toch best wel technische kost. Ja, dus misschien moeten we een nieuwe sleepnetcampagne... Of simpelere wetten. Ik heb ook echt met serieuze journalisten gesproken wiens werk dit is. En die zeiden van, ik kan de wet niet lezen. Nee. Het is als je niet het heel goed uitlegt... Dan zou je de wet kunnen lezen en denk je, het zal wel. Artikel 27, lid D, je gaat buiten werking. Oké, dat is vast geen belangrijk artikel. Ja. Maar het is heel moeilijk om beeldend uit te leggen wat er nou aan de hand is. Ja, misschien is mijn eigen blinde vlek geweest. Maar ik heb de afgelopen jaar heel veel mensen van de inlichting en veiligheidsdiensten bij allerlei talkshows gezien. Maar weinig mensen die jouw verhaal hebben verteld. Dat is een fundamenteel moeilijk probleem. Want iedereen die wel eens binnen is geweest, die dus de staatsgeheimen heeft gezien, kan daarna heel moeilijk weer naar buiten gaan. Want voor je het weet geef je een voorbeeld wat niet klopt. En een van de moeilijke dingen, en dat vind ik echt wel een belangrijke asymmetrie, is dat een hoofd van een dienst kan op televisie komen en zeggen, Luxemburgers, fantastische bedreiging voor ons. En niemand kan iets terugzeggen. Want als ik zou zeggen, joh, die Luxemburgers die zijn helemaal niet zo eng, dan heb ik een staatsgeheim gelekt. Ja. Dus dat maakt de asymmetrie in dat. En nogmaals, ik ben het met Quirine ook eens. Er zijn bedreigingen en het is belangrijk dat de wetten daarmee in overeenstemming zijn. Dus ik heb hier niet gezegd dat de Luxemburgers niet eng zijn. Maar het is heel makkelijk voor een diensthoofd om te zeggen, oi, het is zo erg. En dan zijn er media geweest, dat is ook wel een beetje zuur. Een aantal media hebben werkelijk zendtijd geleverd aan de diensthoofden. En die hadden dan op zo'n vraag van, het is heel erg in China. Is het echt zo erg in China, meneer Akerboom? Ja. En dan kwam meneer Akerboom, het is echt heel erg in China. En dat is wel vervelend. Dat maakt het debat veel eenzijdiger. Want als je als vanaf de andere kant komt, ik kan niet in de uitzending komen en zeggen, het valt wel mee. Nee. Want één, dat mag ik niet zeggen en dat wil ik ook niet zeggen. Maar wordt dat eenzijdig zo. Ik heb een paar keer Bert horen verwijzen naar eigenlijk een soort van spanningsveld tussen van hoeveel privacy willen we opgeven en wat levert het op. En het is natuurlijk heel moeilijk om te beantwoorden met een wet die nog niet bestaat. Wat gaat het opleveren? Maar ik vraag me heel erg af, wat leveren die huidige zware bevoegdheden ons allemaal op? Zijn die het waard? Ik kan er wel iets internationaals met name over zeggen, want dat is de beste manier om het te vergelijken. Want eigenlijk wil je natuurlijk, als je een wetenschapper bent, zou je het experiment willen doen. We stoppen met onze geheime diensten, we wachten 5 jaar en we kijken of het goed ging. En een aantal landen hebben dat experiment gedaan, waaronder België. En België heeft zoveel moeite gehad met zijn wetgeving voor inlichtingendiensten dat zij een aantal jaren lang niet zoveel hebben kunnen doen. En in alle eerlijkheid is dat ook niet zo heel goed afgelopen. Want die Franse aanslagplegers, die zijn allemaal op een holletje gevlucht naar België en daar had niemand ze in de gaten. Dus dat is een voorbeeld waar je zegt, het is echt wel goed dat we veel mensen kunnen afluisteren en goed kunnen volgen. Maar
op heel veel andere vlakken is het bewijs dat een inlichtingendienst echt helpt extreem dun. Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld de val van Kabul in Afghanistan, dat was een broeinest van inlichtingendiensten en op een of andere manier was het een totale verrassing. De val van het communisme is werkelijk, na de val van de muur is nog een rapport van de CIA uitgekomen waarin stond dat het niet ging gebeuren. Dus het bewijs van wat heb je aan een inlichtingendienst is, je zou het van een medicijn niet accepteren. Dan zou je zeggen, dit is niet sterk genoeg bewijs om het te doen. Maar aan de andere kant, daarmee zeg ik ook niet, stop er dan maar mee. Maar als je zou zeggen, ik wil graag dat je het hard kunt maken, wat heb je bereikt met je inlichtingendienst? Academische studies zijn daar nou niet eenduidig over, laat ik het zo maar zeggen. Nou, mijn mening is, toezicht hoort daar ook een stukje sanctiebeleid bij. Als het misgaat, want het is een reactief proces, toezicht achteraf of tijdens, wat voor sancties staat erop? Dan ben ik op dit onderwerp een klein beetje geradicaliseerd. En dat kwam ook wel door een vriend van mij, hij is hier vanavond zelfs. En op een gegeven moment heeft de CTIVD betrapt dat de AIVD per ongeluk de verkeerde mensen aan het afluisteren was. En het was echt een eerlijk ongeluk, ze waren wel allemaal de verkeerde mensen aan het afluisteren. En die vriend van mij die vroeg, wie gaat er nu ontslagen worden? Of wie gaat er nu de gevangenis in? Wie krijgt een boete voor deze fout? En daardoor ben ik een klein beetje geradicaliseerd. Want ik dacht toen van, nou ja, we hebben al een hele boze brief gestuurd. Dus ik neem aan dat wel... dat was echt een superboze brief. Maar in een heleboel andere contexten, als jij bij een bank werkt, waar ik toevallig een klein beetje kennis van heb, als je bij een bank werkt en je hebt per ongeluk in de verkeerde bankrekening gegevens zitten graven, dan word je op staande voet ontslagen. En dan kom je er ook nooit meer in. En als blijkt dat zelfs banken een steviger sanctieregime hebben. Het mag wat mij betreft wel. Ik begrijp dat aan de ene kant voor een ambtenaar is een zure brief. Is ook echt heel pijnlijk hoor. Het komt echt wel heel hard aan. Het is niet goed voor je carrière. Hoewel ik dat ook nog een beetje betwijfel. Maar het mag. Jij hebt er gewerkt. Ja, ik heb er gewerkt. Nou, maar kijk, als je een berisping krijgt, dan denk je, nou, het is toch niet leuk dit. Maar als dat vervolgens geen enkel invloed op wiens carrière dan ook heeft, dan, kijk, het is wel zo als er tegen de Nederlandse inlichtingendiensten wordt gezegd, je stopt hier nu mee, dan stopt het ook echt. Dus dat zit op zich wel goed. Maar als je het een keer helemaal verkeerd hebt gedaan, dan ik denk niet dat je er dat het verder enige impact heeft op je leven of op je carrière. En dat is uiteindelijk, nou ben ik een klein beetje in geradicaliseerd. Het mag wel iets meer tanden hebben dan dat. Want dat de diensten dus toen ze werd opgedragen, jullie moeten die gegevens wissen. Dat de CTIVD dat had gezegd en dat ze toen een brief hebben gestuurd. Dus nou, gaan we niet doen. Ja. Dat was het. Stel nou dat deze wet er niet doorkomt. Laten we het hopen. Wat moet er gebeuren om ervoor te zorgen dat ze het over 5 jaar niet gewoon nog een keer proberen en weer de nieuwe wetten doorheen proberen te jassen? Is er ook iets om... Moet je stemmen? Ja. Nou, heel even. Er is al aangekondigd dat er een wijziging gaat komen, een vrij grote wijziging van de WIF 2017. Dat heet dan, dat is echt zo'n jargon, maar er wordt een hoofdlijnennotitie voor bereid. Maar dat gaat nog wel even op zich wachten. En dat is naar aanleiding van dat evaluatierapport, wat ook aangekondigd is na het referendum. Dus er komt gewoon, er zal zeker een nieuw wetsvoorstel of een wijziging van de WIF 2017 komen. En ik denk wel dat het heel belangrijk is dat iedereen niet alleen gaat stemmen, maar ook betrokken is, raakt bij wat daarin komt. Want je ziet toch wel dat, nou ja, het referendum heeft ook wel iets opgeleverd en alle kritiek heeft toen bijvoorbeeld wel opgeleverd dat er een tip is gekomen. Dus ik denk wel dat allerlei mensenrechtenorganisaties, privacyorganisaties, tech-tankers zoals hier, ja, je moet ook wel je invloed gebruiken. Want het heeft misschien soms maar een klein beetje zin, maar dat is wel, ja, meer dan niks. Maar er komt echt nog wel een grote andere wetswijziging van die WIF 2017. En die kan ook misschien beter worden vanuit de privacyperspectief. Als burgers dat willen. Maar aan de andere kant, ik had toen op een gegeven moment, toen niemand geïnteresseerd was in deze wet, toen dacht ik op een gegeven moment van, ja, als het jullie ook allemaal niet boeit, laat maar. Dan wordt het ook heel lastig om te zeggen van, het is echt heel belangrijk hoor. Maar het voert dan wel een beetje alsof je mensen probeert te interesseren in hun pensioen. Wat ook heel lastig is altijd. En of het milieu. Zo. Dus ja, als het niemand boeit, dan houdt het ook een beetje op.
Maar nu zien we, alleen het feit dat jullie hier vanavond allemaal zijn, dat het kennelijk wel mensen boeit. Heel mooi. Mag ik een heel hartelijk applaus voor Krine Eijkman en Bert Hubert, alsjeblieft. Ja.